zo moeilijk. Ik geef vandaag een masterclass hier bij Dutch Beatmasters in het H3C gebouw in Den Haag. Bless. Goed. Uiteindelijk, na zoveel jaren stoeien op zolder met mijn ouders, een herrie maken voor de buren en zo, heb ik wat jongens leren kennen. En dat zijn jongens die hier nou toevallig op de achtergrond aanstaan. Die ook hier te zien zijn. Dit was namelijk mijn eerste officiële CD, eerste officiële release bij Topmatch. Dit zijn Noza en Rosco. Twee van mijn schangermatties, Surinaamse jongens. Ik ken Noza ken ik echt al 25 jaar. Ik ben van 74, nou, ik word dit jaar 44, sorry. Ik ben ietsjes ouder, denk ik. Maar in 2008 braken wij door, zeg maar, met onze rapgroep. En ik ben blij dat dat gebeurd is, want dat heeft eigenlijk een soort van mijn leven veranderd. Niet zozeer dat ik in de top 40 stond of zo, zoals Ronnie Flex tegenwoordig wel staat of zo. Dat was totaal niet van toepassing in die tijd. In die tijd was het gewoon van je maakt gewoon dope hip-hop muziek en mensen zochten elke keer weer iets nieuws. Weet je wel, een nieuwe sound. Dit is 7 jaar geleden intussen, hè? Dus even voor de duidelijkheid dat Pokus ook niet zomaar komen aan, maar hey. Dus die is ook al heel lang bezig, zeg maar. Nog voor dit trouwens. Wie maakt er hier trap? Of weet je, het nieuwe. Spitten jullie zelf ook? Of is het echt alleen maar produceren? Soms kan je niet spitten, man. Oké, maar werken jullie ook met rappers samen? Echt één op één in de spit. Niet het opnemen zelf, misschien het creatieve proces van het maken van de beat. Ik exporteer mijn beat en het wordt elders opgenomen. Okay. Geef het op, DBKB! Ik vind het sowieso tof dat producers eindelijk een keer gewoon uit die comfortzone gaan en gewoon hun beats laten horen, weet je, en ook echt staan voor hun beats. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort events er zijn, weet je. Dat producers gewoon laten zien wat ze kunnen. Het is ook een moment om te netwerken. Weet je, ook rappers, als je beats zoekt, dan zijn dit soort events, Dutch Beatmaster, daar moet je dan gewoon naartoe komen om gewoon te checken van wat's hard en welke producer gewoon qua sound bij je past. En voor producers is het gewoon nice om gewoon mensen tegen te komen die like-minded zijn en die gewoon toffe dingen maken, weet je. Ja, je gaat sowieso gewoon veel raakvlakken krijgen met de mensen die hier komen, weet je. Het is allemaal lobby, het is allemaal ja, gewoon liefde voor muziek en gewoon vibes, man. Dus ja, man. Ik vond het chill. Ik vond het dope. Ja, als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik ook voor hem, man. Boy! Ja. Yeah, boy! Ik moet me inderdaad aansluiten bij mijn jury collega's, zeg maar. Dat boy... Geef het op, boy! Ja, boy! Ja, boy. Ja, boy.